Nationaal Uitvaartmuseum Tot Zover exposeert komende maanden honderden historische en moderne postmortemfoto's. Foto's van overledenen. Apart detail, het museum roept op om foto's van overleden dierbaren op te sturen voor in de expositie. Willen mensen dit wel? Dat is heel erg een ontwikkeling van de laatste tijd, denk ik. Dat je probeert om mensen te betrekken bij een tentoonstelling. En zeker bij zoiets als dit, wat heel erg mensen emotioneel raakt. Door een soort, door hun eigen producten, door hun eigen betrokkenheid op zo'n directe manier te laten zien. We hebben deze tentoonstelling met postmortemfoto's georganiseerd. Omdat dit onderwerp ons al jarenlang fascineert. En we vragen mensen om zelf foto's in te sturen, omdat dat erg past bij deze tijd. Je ziet dat techniek belangrijk is bij de ontwikkeling van dit soort fenomenen. Dus je hebt enerzijds de uitvaartfotograaf die postmortemfoto's maakt. Maar je hebt ook de amateur die nu niet alleen maar een digitaal cameraatje of een ander analoog cameraatje heeft, maar eigenlijk altijd een smartphone bij zich heeft. Ik vind het een mooi verzoek aan mensen om te vragen of ze hun eigen foto's op willen sturen. Vroeger was het toch wel heel erg, gebeurde het veel. Toen een hele tijd niet, nu komt het weer op. Maar je hebt geen idee, misschien zijn er in de tussentijd wel heel veel foto's gemaakt door mensen zelf die nog nooit gezien zijn. Of ik zelf foto's zou opsturen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Mijn persoonlijke mening is dat ik eigenlijk, ja, een moment is mooi, maar als iets vastgelegd is, dan is het weer anders dan hoe het is in je herinnering. En een foto kan dan heel confronterend zijn. We merken dat mensen vaak een beetje angstig reageren op postmortemfoto's. Ze vinden het eng. Ze gaan er echt niet naar kijken, zeggen ze dan. En als je weet dat het onderdeel is van een langere traditie, en als je realiseert dat die foto's niet gemaakt zijn uit sensationele overwegingen, maar uit liefde, dan kijk je er anders naar.